Er kwam laatst een meisje op mij af na een optreden. Prachtig meisje. Een mooi klein gezichtje, grote donkere ogen, een mooie hoofddoek droeg ze. En toen ik haar vroeg, vond je het leuk? Toen zei ze nee. Ik zei, oh ja, sorry. En toen zei ze, jij hebt mij heel erg gekwetst. Ik zei, gekwetst? Wat is jouw probleem? Ja, leuk hè. Ja toch, als zij zich niet aanpassen, doe ik het wel. En ik zeg tegen haar, maar gekwetst, wat heb ik gezegd dan? En toen zei ze, jij hebt een grap gemaakt over mijn geloof en daar heb je mij heel erg mee beledigd. En ik zeg maar, welke grap dan? Welke grap was dat dan? Je moet me wel iets geven, anders kan ik me niet verdedigen. En toen herhaalde zij die grap die ik gemaakt had. En ik moest lachen, jongen. Maar echt keihard, hè? Echt, ik dacht, nou ja, wat een goede grap, joh. Wat een goede grap, dacht ik. En dat uit mij komt. En op deze leeftijd al. Ik bedoel, God mag weten wat ons nog te wachten staat. Ik vond het niet normaal. En toen keek ze ineens heel serieus. Wat ik eigenlijk altijd jammer vind. Hè? Eerst een goede grap maken, dan een serieus stuk. Weet je wel, ik kom toch om te lachen. En ik kom niet om me geestelijk te verruimen of om mijn grenzen te verleggen. Ik ben ook niet echt slim en zo. En ik heb een korte concentratieboog. Dus dat houdt allemaal op voor mij. En toen zei ze tegen mij van, ja maar waarom lach jij nou? Waarom lach jij nou? Dat heb jij echt gezegd. Ik bedoel, ik was erbij, er waren 100 mensen bij. Dat heb jij echt gezegd. Ik zeg, dat is waar, kan ik niet ontkennen, heb ik gezegd. Maar, ik heb vandaag ook gezegd op het podium, in een grap, dat ik bij de bakker was. En even tussen jou en mij, ik was helemaal niet bij de bakker. Nee joh gekke, ik was gewoon thuis. Ik was gewoon thuis, beetje internetten, beetje baam, helemaal niks aan de hand. En het was zo zielig voor mij ook, omdat ik op een gegeven moment iets stond te doen waar ik echt een scheidhekel aan heb. Ik stond haar namelijk uit te leggen dat het maar grappen waren. Ik zeg, schat, wat ik zeg, dat is helemaal niet echt. Dat is maar een spelletje. En als ik hier sta, zal ik er inderdaad alles aan doen om jou te laten geloven dat het wel echt is. Maar dit is helemaal niet echt. En ik snap dat het bij jou iets makkelijker gaat, omdat jij ja, sowieso nogal de neiging hebt om compleet verzonnen verhalen te interpreteren als absolute waarheid. Maar dit is helemaal niet echt. En toen merkte ik ook nog eens dat ze helemaal niet bereid was om inhoudelijk op mij in te gaan. En het ding met mij is, mijn concentratieboog is echt heel kort. Het is niet eens een boog, het is meer een soort ja, punt. Ik heb een concentratiepunt. Dus wat er met mij gebeurt op het moment dat iemand in discussie gaat met mij en gewoon niet open staat, dan dwaal ik gewoon af. Ga ik aan andere dingen denken. Tuurlijk. En ik moest denken aan vroeger. Vroeger in de middeleeuwen had je toneelstukken en die werden gespeeld en er werd na afloop van het stuk, werd de slechterik, die werd in elkaar geslagen. De acteur die de slechterik speelde, die werd in elkaar geslagen. Dat is lief, hè? Ze dachten gewoon dat het echt was. Dan kwam de acteur naar buiten en dan stond het volk, stond hem woest op te wachten. En dan kwam de acteur en dan riep het volk, ha, gij beroerde letterknecht. In elkaar slaan met mijn vrienden is wat ik u zal. In elkaar slaan met mijn vrienden is wat ik u zal, totdat u nederdaalt op de grond en bloed uit uw neus stroomt, als ware het een rivier, o zo scharlakenrood, gemaakt van de bittere tranen van Epipygmea, godin van het maandelijks bloedende kutje. En dan riep de acteur, ach nee heren, nee, het is enkel een vergissing, tracht mij niet te zullen nemen met deze op sluwe wijze beraamde list. Hey chill man, we zijn toch vrienden? Hey, heb ik het nog? Nou. En dan sloegen ze met elkaar. Maar het is toch leuk dat wij nu een beetje kunnen grinniken om mensen die wij zo onderontwikkeld en primitief vinden. Zij dachten gewoon dat wat ze gezien hadden, dat het echt was en dat het toevallig om 8:30 begon. Kijk, het maakt mij niet uit allemaal. Weet je, maar als jij met mij komt discussiëren en je snapt het gewoon niet, hou dan je mond. Het zou niet te gek zijn als een soort afspraak kwam te heersen die zei dat ik iemand beledig als dat mijn intentie is. En alles wat je daarnaast voelt, dat gewoon jouw grote lange tenen zijn. Het zou toch te gek zijn? Ik voel dat het net iets te makkelijk is om te zeggen van, ja maar, je kan toch lekker jezelf zijn? Daar hebben we toch hard voor gewerkt? En waarom zou je iemand zijn vrijheid ontnemen? Het is net iets te makkelijk. Iets wat we kwijt zijn geraakt door dat hele jezelf zijn, is bijvoorbeeld dat respect hebben, dat het veranderd is in elkaar maar met rust laten. In zeggen, als jij lekker jezelf bent, ben ik lekker mezelf en dan mijden we elkaar. En ik heb ergens het idee dat respect daar helemaal niet over gaat. Dat het juist ergens tegen ingaan is. Dus dat je naar iemand toe kan gaan en dat je kan zeggen, jij, wat je bent en wat je doet en gelooft, vind ik super kut en super kinderachtig.
En het kan bijna niet anders dat jij dat ook van mij vindt, dus wat gaan we doen om hier samen uit te komen? Maar dat kost superveel moeite. Maar het ergens tegen ingaan, dat is respect. Mijn buurvrouw, die draagt ook, een kleine oud buurvrouwtje, draagt ook een hoofddoek. Je mag vragen stellen. Je mag, ze hebben een leuke hoofddoek, man, maar waarom is dat daar eigenlijk? Het zei ze, was mooi, ze van, ja, anders ik zo aantrekkelijk voor andere mannen. Sorry. Nou moet jij eens heel goed naar me luisteren. Je bent 55, je bent breder dan je lang bent. Dus, kleed je aan en mijn huis uit. Dat is een grapje, hè. Marokkanen komen mijn huis natuurlijk helemaal niet binnen. Ja, ze komen wel binnen, maar ik weet niet hoe.